Goed, we zijn klaar met ons overzichtsvenster. Wij kunnen aan de slag met het detailvenster. Het detailvenster die we gaan aanmaken, gaan we dus gebruiken om de gegevens in detail te kunnen ingeven, valideren en ook gaan opslaan. Daar hebben we ook dus weer een mooi checklistje van. Ja, voilà, wat gaan we dus nu gaan doen? Ja, voordat we de Binding Navigator verwijderen, moeten we uiteraard de velden gaan toevoegen. Hetzelfde principe, via onze data source gaan we nu niet onze hele tabel toevoegen. Maar gaan we de velden individueel gaan toevoegen. Gewoon door te klikken en te slepen vanuit onze datasource veld kunnen we dus mooi die uh, zaken gaan toevoegen. We kunnen uiteraard goed gaan nadenken over de opmaak van onze uh, verschillende velden op die manier. We kunnen ook al ervoor zorgen dat ons formulier al een klein beetje correct gaat staan. En dan kunnen we verder aan de slag. Zoals ik al zei, is de eerste stap om die binding navigator te verwijderen en ook uit je code, net zoals in het overzichtsvenster, gaan we dus die binding navigator gaan verwijderen, gaan we ook naar onze code en gaan we die binding navigator code ook gaan verwijderen. Nadat die binding navigator gedaan is, gaan we die fill procedure gaan uitschakelen in de load event. Wat bedoel ik daarmee? Wel, Net zoals in een overzichtsvenster, hebben we een fill-methode gekregen, een fill-instructie in de load-event van mijn formulier. Nu, wat betekent dat concreet? Dus dat op het moment dat ik mijn computerprogramma opstart, dan ga ik uh, die gegevens al in mijn formulier zien staan. Dus ook hier stel dat ik eentje wil toevoegen, dan opent hij mij dit formulier en dan zie je dat die gegevens al opgevuld zijn. Maar dat is uiteraard niet de bedoeling. De bedoeling, op het moment. Dat je, je formulier opstart dat is dat die velden leeg zijn zodat je zelf waarden kan ingeven. Dus we gaan die filmmethode in onze details gaan uitschakelen. Je mag dat gerust gaan verwijderen, dat is geen enkel probleem. Voilà, de load mag je wel laten staan. Die hebben we voor een andere uh, instructie uh, nodig. De volgende stap is vrij simpel: we gaan een annuleren en een oké-knop okay toevoegen aan ons formulier. Dus we gaan daarmee terug naar ons design. We gaan onze twee knopjes gaan toevoegen. 1 en 2. Voilà. We gaan maken dat toch alles een beetje mooi uitgelijnd is. En we hebben een knopje oké okay en een knopje annuleren. Zoals gewoonlijk gaan we de namen aanpassen. We gaan ook de tekst aanpassen. We gaan daar ook een sneltoets op zetten. Voilà. En een knopje oké. Okay. Weer ons formulier een klein beetje aanpassen. We hebben niet zo gek veel velden, dus we kunnen het formulier vrij klein en compact houden. Op die manier kunnen we verder aan de slag. Het volgende dat we gaan doen, dat is de knop annuleren, programmeren. Namelijk dat het formulier moet afgesloten worden als je op annuleren klikt. Dus ik heb daarvoor de annuleren, klik event toegevoegd aan mijn code via de gekende Weg, uiteraard. En de code die je hier moet uitvoeren is de instructie dispose. Dispose is dus de code die je gaat gebruiken om het formulier terug af te sluiten. Dus in principe op het moment dat ik mijn formulier oproep om een record toe te voegen, voilà, hier is hem. Op het moment dat ik op annuleer klik, wordt het formulier terug afgestoten en dan zit ik terug in mijn overzichtsvenster. Fantastisch. Bovendien hebben we ook gezien door het uitschakelen van die, uh, veel instructie dat de velden mooi leeg blijven staan en dat ik dus die velden kan gebruiken voor mijn nieuwe gegevens toe te voegen. Uiteraard naast mijn knop annuleren heb ik ook een knop oké. Okay. Ook die knop oké okay moet geprogrammeerd worden, want die knop ga ik gebruiken om records te gaan toevoegen. Dus ik ga mijn oké okay klik event gaan oproepen en ik ga hier Code gaan schrijven om mijn record toe te voegen. Nu we weten dat we die code liefst niet onder de knop zelf gaan toevoegen, dus ik ga hier een uh, private nieuwe procedure maken. Voeg record toe, voilà, die voeg record toe. Die ga ik uiteraard uitvoeren wanneer ik op OK klik. En wat moet er nu gaan gebeuren? Wel, die record, die gegevens die moeten toegevoegd worden. Zeer belangrijk, die insert. Daar gaan we gebruik maken van onze Teams table adapter. De table adapter van een tabel, in dit geval de table adapter van de tabel Teams, gaat ons in staat stellen om bewerkingen op onze databankgegevens uit te voeren. We kunnen via die table adapter een insert, een update of een delete gaan uitvoeren. In dit geval gaan we een record toevoegen, gaan we dus de insert gaan toevoegen, dus in dit geval Teams table adapter. Insert en dan gaan we tussen haakjes gaan we gaan kijken welke waarden onze uh, tabeladapter nodig heeft. We gaan dus moeten de parameters gaan aangeven. Die moeten gevolgd worden in onze uh, tabeladapter. Wat hebben we nodig voor de insert? Wel, je ziet het hier staan. Wij hebben een string nodig, de naam van onze team en een integer, namelijk het aantal gamers. Twee parameters in die volgorde. We hebben dus ook maar twee zaken die we moeten toevoegen. Let op, hè, sommige tabellen zijn heel, heel, heel uh, groot en hebben heel wat gegevens en dan moeten al die gegevens ook in de juiste volgorde meegegeven worden. Belangrijk dus om goed te weten welke volgorde dat het staat. Als je een haakje gaat typen of een komma gaat typen, dan ga je hier mooi een uh, tooltip zien verschijnen met de waarde die je moet ingeven namelijk de waarde van de parameter die we willen Dus het eerste is de naam van onze team. En dat gaan we uit, onze, uit ons formulier halen. Dat is het veldje naam team textbox. Dus die gaan we gaan gebruiken. Naam team textbox .text. Dat is de waarde van de naam van onze team. En als tweede waarde heb ik de aantal gamers nodig. Aantal gamers is een integer. Dus we gaan hier een conversie moeten doen naar een integer uiteraard. Dus c -int. en wat gaan we moeten toevoegen? Wel de aantal gamers, dat is hier aantal gamers. Textbox.text. Textbox. Text. Zo, uiteraard afsluiten met een haakje. En onze insert wordt goed correct uitgevoerd. Als we kijken naar onze checklist, gaan we dus ook voor zorgen dat we na die insert en met die verschillende parameters, dat we het formulier niet vergeten af te sluiten. Anders kunnen we die records per ongeluk 5, 6, 7 keer toevoegen. Willen we niet. Dus ook hier ga ik die dispose instructie gaan toevoegen. Eens dat die record toegevoegd is, wordt het formulier afgesloten en keer je terug naar het overzichtsvenster. Uiteraard mogen we niet zomaar een record gaan toevoegen. We moeten onze inhoud gaan valideren. Ook zeer belangrijk. Die validatiefunctie eh, moeten we hier toevoegen omdat we pas die gegevens mogen invoegen in onze databank als we zeker weten dat die gegevens ook kloppen. Dus eigenlijk hier ga ik een nieuwe functie, functie gaan maken, function valideer ingave as boolean. Voilà. En we gaan die functie effectief gaan gebruiken. Namelijk, ik mag pas toevoegen als die valideer-ingave waar is. Dus if valideer-ingave is gelijk true. Als dat waar is, dan pas mag ik mijn insert gaan uitvoeren en mijn uh, scherm gaan afsluiten. Wat zit er in die valideer-ingave? Nu, dat is. Um Code van vorig jaar. Ik ga dat eventjes ingeven. En opnieuw, dankzij de magie van filmediting verliezen daar niet al te veel tijd mee. Voilà, onze validatiefunctie is gemaakt. Valideer ingave. We gaan hier controleren of de twee verplichte velden niet leeg mogen zijn. In dit geval heb ik zowel de naam van een team nodig als een aantal gamers nodig. Beide velden zijn verplicht in de databank. Maak ik dus ook verplicht hier in mijn formulier door te valideren of ze niet leeg mogen zijn. Het principe hebben we vorig jaar uitgelegd. We gaan ervan uit dat alle velden correct zijn. Correct. Velden correct is true. Op het moment dat we iets vinden dat niet mag, zetten we de vlag op vals. En gaan we die vlag gaan teruggeven naar de oproepende methode. En als dat vals is, wordt die soort niet uitgevoerd. Bovendien heb ik ook een keypress toegevoegd. Om ervoor te zorgen dat ik enkel numerieke waarden in de aantal games textbox kan toevoegen. Zodanig dat ik geen, uh, Letters of andere tekens in die tekstbox kan gaan schrijven. Goed, dus de validatiefunctie om de invoer te valideren is effectief gelukt. We hebben ondertussen ook het invoegen laten gebeuren pas als de velden gevalideerd zijn door middel van deze if-structuur. Onze insert hebben we in een if-structuur gezet die de ingave valideert. En enkel als dat waar is, gaan we die insert gaan uitvoeren. Goed, verder gaan we ook de tekst van het detailformulier gaan aanpassen. Net zoals onze design van ons overzichtsformulier, hebben we hier nog een heleboel zaken eh, die we moeten aanpassen om ons formulier een beetje mooier te maken. Onder andere ons teksteigenschap. Voeg nieuw team toe. Zo, voilà, dat zal de teksteigenschap zijn. We hebben hier in plaats van nummer team, gaan we hier gewoon nummer gaan schrijven. Dan hebben we. De naam van onze team gaan we vervangen door team en een aantal gamers. Dan gaan we gewoon met een spatie gaan toevoegen en dan kunnen we mooi terug onze layout aanpassen. Zo zodat dat, dat mooi uitgeleid is. Dus dat is ook ideaal. We kunnen eventueel ook nog een aantal namen aanpassen van de objecten als we dat zouden wensen, maar ze hebben allemaal een aparte naam gekregen, dus dat is prima. We zijn bijna klaar. Eh, maak het veldje nummer of ID een read-only-veld. Ja, dat is ook een belangrijke, want we gaan dus hier gebruik maken van drie velden. Eh, we hebben een veldje met ons teamnummer, ons teamnaam en aantal gamers. Wel, eh, we hebben hier nog altijd een veldje nummer die wij kunnen gaan ingeven. En dat heeft eigenlijk geen nut, want het veldje nummer is gelinkt met, als we gaan kijken in onze databank bij ons tabel teams. Met het veldje nummerteam en dit is een autonummering. Dat wil dus zeggen dat de tabel instaat voor het automatisch nummeren van de records. Dat wil zeggen dat we eigenlijk in het veldje nummer dat we eigenlijk niets moeten kunnen ingeven. En daarom gaan we die enabled op vals zetten. Ik ga dat ook een klein beetje kleiner maken. Ja, misschien mijn formulier ook een klein beetje aanpassen zodat ik wat meer plaats heb voor die naam. Je ja, aantal spelers is ook niet nodig. Voilà. Al een veel betere user interface. Dus die nummer gaan we eigenlijk niet invullen. En dat is dan ook de bedoeling op het moment dat wij onze record gaan toevoegen. Voilà, ik klik op plus. Dat dat veldje nummer uitgeschakeld is. Ik hoef daar niks in te moeten ingeven. Nu, we gaan dat eens uittesten. Ik heb Team test met zes spelers. Ik ga op oké okay klikken. En inderdaad, die insert werkt. Want in mijn overzichtsvenster verschijnt nu mijn recordtest die ik nodig heb voor uh, mijn tabel. Voilà, tot zover het detailvenster. Uh, zeer makkelijk om te gaan doen. Opnieuw, we hebben een mooie checklist die jullie allemaal in de mailbox hebben gekregen. Zo volg je die checklist dus. Dat zijn de zaken die je moet doen, dat zijn de opdrachten die je moet uitvoeren. Ik zou zeggen: Veel, veel succes. Aan de slag en maak er een topprogramma van. Succes!